Ja, Ronald, je debuut in het geel-blauw. Beschrijf het eens. Ja, lekker om weer wat minuutjes te maken. Jammer genoeg geen 3 punten, maar ja, ik denk dat de volgende wedstrijd wel goed gaat komen als we op deze manier door blijven gaan. Ja, je viel lekker in. Waren die 3 punten verdiend geweest? Ik denk het wel, over heel de wedstrijd gezien. Ze hebben ook wel wat kansjes gehad, maar ja, ik denk dat wij wel de meeste aanspraak maakten op de 3 punten. Waar ontbrak het dan vandaag bij jullie aan dat jullie net niet die 3 punten konden pakken? Ja, nieuw systeem nu. De eerste 2 wedstrijden hebben we anders gespeeld. En ja, ik denk dat het misschien nog een beetje wennen is. Wat nieuwe jongens erbij. En ja, voor mij nu ook dan de eerste minuten. Dus dat is even wennen. Maar ja, ik denk als dat iets meer op elkaar ingespeeld is, dat meer punten op gaat leveren. Ja, waar ontbrak het vandaag bij jullie aan? Waar het aan ontbrak? Ja, ik denk nog iets meer creëren van kansen en ja, daar misschien ook nog wat scherper in zijn. Ja, jullie kwamen een kwartier van tijd tegen 10 man te spelen. Jullie creëerden daarna ook redelijk veel kansen. Een paar keer een bal op de lat, net niet. Hoe balen is dat? Ja, zeker balen. Je weet dat je met een mannetje meer wat meer ruimte gaat krijgen. En ja, dat leidde ook tot kansen, maar jammer genoeg tot een goal. Maar zoals ik al zei, ja, dat gaat zeker goed komen. Ja, jullie zijn er 3 wedstrijden van de laatste plaats af. Hoe lekker is dat? Ja, nou ja, dat maakt niet zo uit. Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen. Ja, ik moet niet naar die ranglijst gaan kijken en daarop blind staren. Ik moet gewoon voetballen en dan komen die punten vanzelf als we zo doorgaan. En even naar jezelf. Wat is jouw doelstelling in dit seizoen bij RKC? Nou ja, sowieso gewoon goed doen. Veel doelpunten proberen te maken. En het allerbelangrijkste is denk ik gewoon dat we een mooie plek op de ranglijst krijgen. Waardoor we ja, play-offs minimaal kunnen spelen. Ja, denk je dat de play-offs haalbaar zijn dit seizoen? Nou ja, zoals ik zei, je kan nu naar de ranglijst kijken. En dan zeg je van ja, dat zit er niet in. Maar dat is denk ik, daar moet je niet naar kijken. Ik denk als je naar het team kijkt dat wij potentie hebben om play-offs te halen. Ja.